Wat heb je allemaal nodig? Een trekijzer. Een rolmaat. Een Stanley mes. Een potlood. Een terugslagvrije hamer. Een stootblok. En een winkelhaak. 1. De voorbereiding. Laat de bakken minimaal 48 uur acclimatiseren op kamertemperatuur. Indien je een ondervloer gebruikt, zorg dat deze een minimale waarde van 300 kPa heeft. 2. Opmeten van de ruimte. Bepaal de muur waar je de installatie wilt beginnen. Markeer het midden van de ruimte. Dit is de hardlijn. In geval van aansluitende ruimtes is het midden van de aansluitende ruimte de hardlijn. Houd 5 mm afstand tussen de vloer en de wand. Je kunt hiervoor een afstandhouder gebruiken. 3. Start driehoeken maken. Neem B-stroken en A-stroken en plaats ze zoals aangegeven. Plaats de stroken nauwkeurig in een visgraadpatroon. Controleer na elke strook die wordt toegevoegd of de veegroef naadloos aansluit. Er mag geen uitstekende rand voelbaar zijn. Snijd de driehoek volgens de aangegeven rode lijn. Hierbij kan het zinvol zijn de driehoek te demonteren voordat je ze gaat snijden. Belangrijk, bewaar het overschot voor de installatie van de laatste rij. 4. Start driehoeken plaatsen. Leg de driehoeken met de lange zijde naar de beginmuur toe. Plaats de punt van de middelste driehoek precies op de hardlijn. 5. De hoeken. Meet de hoeken af en gebruik hiervoor indien mogelijk het restmateriaal. 6. Het leggen van de vloer. De planken worden met behulp van het kliksysteem aan elkaar bevestigd. Om een nieuwe strook te bevestigen, verbind dan eerst de lange zijde door hem schuin in te steken. Plaats vervolgens het stootblok aan de korte kant en klop het blok met een terugslagvrije hamer om de plank vast te maken. Vervang bij installatie tegen de muur het stootblok door een trekijzer om het installeren gemakkelijker te maken. Deze afwisselende plaatsing van A-stroken en B-stroken wordt door de hele ruimte voortgezet. Controleer of de stroken goed aansluiten en hou in de gaten of de hardlijn aangehouden wordt. In geval van aansluitende ruimtes is het nu ook eenvoudig om de vloer achteruit te leggen, zonder deze vooraf uit te meten. Zo blijft je vloer mooi